Ze zijn waarschijnlijk heel erg lekker. Net wat je nodig hebt om de winter door te komen, kun je meenemen. Boer Klaas Meijnen gaat zijn sperziebonen dit jaar niet oogsten. De grond is te slecht. Tegenwoordig moeten we dat met grote machines oogsten vanwege de kostprijs. En die zijn zo zwaar, dat geeft zo'n enorme belasting op de bodem. Ik kies daar deze keer niet voor. Julian, waar staan de goede boontjes? Die staan hier een beetje op dit gedeelte. Hier ze uit de grond pakken. En dan zo de boontjes eraf trekken. Er zou zo'n 8,5 ton aan sperziebonen in de grond zitten. Hele gezinnen zijn naar het land gekomen. Bent u voor de boontjes of omdat het vakantie is en u wat moet doen met de kinderen? Voor beide. Ook om ze te leren van nou, waar groeit de sperzieboon. En een beetje gewoon het gevoel ermee te krijgen en gewoon leuke activiteit. Leuke actie. Zeg, vooral voor de jongens natuurlijk. Want ja, dat is een beetje bewustwording krijgen van waar ons voedsel eigenlijk vandaan komt. Dat is wat voor boer Klaas Meijnen telt. 5 euro per emmer is tenslotte niet veel. Maar als ik de keuze had gemaakt om het op het land gewoon weg te laten rotten, dan had ik ook niks gehad. En ik moet zeggen dat ik nou veel positieve reacties daarop krijg. En ook veel mensen die zeggen van wat fijn om weer even met de vingers in de grond te zitten en de boontjes te voelen. Nou weet ik weer wat ze vandaan komen. U kunt hier nog de hele week terecht voor uw verse sperziebonen.